En Mi God, Mi Jesus. Die highlighter is bomb. Oh my god. Ja, ik vind het echt een beetje boeverig hoor. Shitje. Super leuk dat je kijkt naar deze video. Het is vandaag vrijdag 1 februari en vandaag krijgen wij de sleutels van ons huis. Oh my god! Ik wil echt schreeuwen, want Janoa slaapt net en dit huis is te klein om te schreeuwen. Maar binnenkort hebben we dat probleem niet meer. Kan ik lekker schreeuwen beneden, want ons volgende huis is way bigger dan dit huis. Dus oh my god, I can't wait to live there. Ah! Maar goed, over precies, even kijken, het is nu 10:30. 10:30, 11:30, 1, 2. Over 3,5 uur kunnen wij, hebben wij een afspraak daar bij het nieuwe huis. En krijgen wij meteen de sleutels. Vanaf het moment dat wij de sleutels in ontvangst hebben, beginnen we al gelijk met, ja, eigenlijk de verhuizing. Zodra we daar zijn, gaan we de boel opnieuw opmeten, want het is niet verstandig om vanuit de plattegrond te werken die je meekrijgt. Je moet het gewoon echt zelf opmeten en vanuit jouw eigen gegevens kan je gewoon dingen als vloer kopen. Als je verf koopt, de meeste winkels weten hoeveel verf je nodig hebt voor bijvoorbeeld 20 vierkante meter. Dan weten ze hoeveel emmers je nodig hebt of hoeveel liter je nodig hebt. Dus dat gaan we doen. We willen ook gelijk verf gaan kopen. We willen naar IKEA toe gaan. En misschien dat we ook alvast wat dozen hier ophalen en daar naartoe brengen. Maar we zullen wel zien wat we doen. Ik neem jullie in ieder geval mee vandaag. Want ik ben gewoon zo blij. En ik ben gewoon echt gewoon mega blij. En als ik blij ben, vind ik het gewoon maar altijd leuk om te vloggen. Vandaag ben ik gewoon heel blij. En het lijkt alsof, wanneer ik blij ben, mijn haar ook blij is. Want mijn haar is echt balpin, al zeg ik het zelf. Wordt ook lekker lang. Wel moet ik zeggen dat er veel van af is gevallen. Maar daar praat ik een andere keer over. Vandaag is het happy day. Ik ga niet klagen vandaag. Niet nodig. Vandaag zijn we blij. Dus ik ga niet praten over ellende. Dus over mijn haar ga ik een andere keer praten. Maar vandaag zit het gewoon goed. Dus ik hoef er eigenlijk nu niets over te zeggen. Maar er is wel het een en ander gaande hier. Maar daar gaan we een andere keer over praten. Nu ga ik een lekker ontbijtje voor mezelf maken. Oh my god, ik irriteer me een klein beetje. Ik zal niet klagen. Wat ga ik eten? Ik ga magere milde kwark eten. Met... Dit is niet van mij. Siran heeft nootmuskaat gekocht. Maar ik koop het nooit van dit merk. Kania. Okay. Maar goed, in ieder geval, ik ga dat met granola eten. En Janoa is lekker aan het slapen. Ik hoop dat hij om 12:00 wakker wordt. Want dan heb ik een uur de tijd om hem klaar te maken. En dan ga ik Janoa naar mijn moeder toe brengen. En dan krijgen we de sleutels. En ik heb het gevoel dat ik al heel vaak gezegd heb dat we vandaag de sleutels krijgen. Maar je moet gewoon even berekenen. Ik woon al 6, 7 jaar in dit huis. De eerste 2 jaar vond ik het leuk. Want ik had mijn eigen huis. Dit is mijn eerste echte woning. Ik was echt heel blij dat ik dit huis had. Ik was ook heel trots op dat ik dit huis had gekregen. Want ik wil steeds negatieve dingen zeggen, maar vandaag gaan we het gewoon positief houden. Ik was ook heel trots dat ik dit huis gekregen had. Maar op den duur, het is gewoon een starterswoning. Het is volgens mij 52 vierkante meter. En het is gewoon te klein. Het is gewoon veel te klein. Het is, wanneer je ruzie met je vriend hebt, dan heb je niet echt een plek om te gaan. En nu maken wij gelukkig niet heel veel ruzie. Maar in die 7 jaar dat wij samen wonen, hebben wij vaak genoeg ruzie gehad. Vaak genoeg dat we elkaar gewoon niet kunnen luchten.
En dan... ben je gewoon bijna verplicht om weg de deur uit te gaan. Omdat je gewoon niet eventjes fatsoenlijk een kamer in kan lopen die een beetje ruim is. Want onze kamers zijn zo klein. Alles zit zo op. Je wordt daar alleen maar chagrijniger van. Dus nu kan je gewoon lekker... Als je gewoon elkaar niet kan luchten, loop je gewoon eventjes naar boven. En als het boven niet goed genoeg is, dan loop je naar de zolder. Dat je gewoon eventjes elkaar niet hoeft te ruiken. Dus dat is gewoon een good thing. Ik ga nu lekker eten. Ik ga een vlog editen. En ik ga mijn nagels lakken, want ik heb nu gewoon... mijn eigen nagels, natural, helemaal niets mee gedaan. En oh my god, eventjes een nagellakje pakken. Genoa slaapt in mijn kamer. Ik ga deze Sally Hansen Miracle Gel nagellak opdoen. Dat is stap 1. En dan ga ik deze topcoat erover doen. En daarna laat ik jullie wel gewoon het eindresultaat zien. Maar nu ga ik eten. Eerst eten voordat ik mijn nagellak opdoe. En daarna ga ik mijn nagellak opdoen en dan ga ik editen. Want voor het editen heb ik niet echt... kan ik mijn nagels volgens mij niet mee verpesten. Dus dan doe ik iets nuttigs tijdens het drogen van mijn nagels. Guys, ik heb mijn nagels gelakt en nu zijn ze zo. Oh my god, ik hou echt van nude nagellak en het lijkt gewoon alsof ik net mijn nagels gezet heb. Mijn nagels beginnen echt te groeien. Love it! Laatst had ik een palet van mijn zus gekregen. Deze. Die had ze van mij meegenomen uit Curaçao. En ze vertelde dat ze hem volgens mij ook op boozyshop.nl hebben. Maar voor de mensen die het niet gezien hebben, dit is hem. En Migaromi Jezus. Die highlighter is bomb. Oh my god. Ik ga jullie gelijk laten zien. Dit is nu al mijn favoriet. Deze. En deze heet Glimmer. Veel te veel opgedaan. Het licht is gewoon heel slecht. Maar ik heb veel te veel opgedaan. Het is niet eens meer mooi. Kijk, ik was weer te fanatiek. Veel te fanatiek. Kijk of jullie het zo kunnen zien. Beetje highlight in het leven.
ga het zo wel weghalen. Maar het begint al lekker droog te worden. Oh my god, ik vind het zo mooi. Och, wat ben ik positief vandaag. Ik ben zo trots. Ik ga gewoon de hele dag gewoon niet klagen. Hoe goed is dat? Het licht zie je het helemaal. Kijk. Hier zie je het. Woe! Oh, kijk, hier zie je het wel. Oh. Oh! Wat heb ik gedaan? Wacht. Laat jullie even zien wat ik aan heb. Ik heb gewoon een vinyl legging aan van Zara. Met een oranje sweater van de H&M. En deze droeg ik eigenlijk ook gewoon alleen met een panty. Maar ja, ik vind hem zo ook wel leuk. En oh my god, deze broek gaat weer dicht, jongens. Want ik ging deze broek gewoon dragen met een lange trui. Maar dan was hier iets open. Maar hij gaat weer dicht. Ik ben zo blij. Lekker bezig, Kimberly. Oké, ik ga nu Jonas een tas inpakken. Dus daarna zijn kleding klaarzetten. Ik denk dat ik hem echt ga moeten wakker maken. En dat vind ik wel echt zielig. Maar ja, het is niet anders. Want ik wil vandaag niet te laat komen. Even de spulletjes klaarzetten voor hem. Hij gaat ook naar oma toe, dus ik moet ook melk kopen. Wat gaan we aandoen, jongen? Gewoon om dit gemaakt. Ja, leuk. Oh. Ik ga deze broek aandoen. En deze broek zit zo mooi, guys. Jullie gaan het zo zien. Deze heb ik gewoon bij de Primark gehaald. Volgens mij was hij maar 9 euro of zo. Of 7, ik weet het niet meer. Maar deze zit echt heel mooi. Dit is echt de perfecte skinny voor je baby. En dan gewoon zo'n simpel katoenen trui met lange mouwen. Volgens mij is het donkerblauw. Maar ja, maakt niet zoveel uit. En dan dit vest erbij. Super cutie booty. Oké, de tas is ingepakt. En guys, oh my god, ik kijk echt naar iets. Ik ben echt een persoon. Oh my god, ik kijk naar iets en ik ga gewoon een stuk. Ik ben namelijk een persoon. Ik hou van spullen inslaan. Mag ik film tegen het licht? Ik hou echt van spullen inslaan. Dat is echt mijn ding. Ik hou ervan. Ik ben een persoon. Stel dat ooit je wasmiddel of je wasverzachter op is, kan je altijd bij mij aankloppen. Ik heb altijd voorraad. Ik zit nooit zonder wasmiddel. Wasmiddel is iets dat ik altijd insla. Als ik zie dat er een leuke actie is, sla ik het altijd in. Altijd. Want laatst hadden ze een leuke actie bij Albert Heijn. Dan heb ik die dingen volgens mij hier gezet. Kijk, deze Ariel pot. Kijk. Oh nee, niet die. Maar dit is echt mijn favoriet. Ariel Alvin. Dat is zo'n 1 plus 1 gratis actie. Dus dan dacht ik van, laat me gelijk inslaan. Dus dan zit ik per maand, gebruik ik volgens mij 1 pot. Want soms was ik ook nog wel met Robijn. Maar dat heb ik ook. Ik was ook met Robijn. En als ik witte was draai, doe ik dat wel altijd met Robijn. Maar dat vind ik gewoon echt het allerlekkerst. Maar later hadden ze dus een overrit actie. 2 plus 1 gratis. En guys, check it out. Janoa eet nog geen pap, hè. Maar Kimberly heeft gekocht. Dit. Dit zijn al verschillende smaakjes. We beginnen met deze. Met deze ga ik beginnen. Dit is gewoon rijstbloem. Daar heb ik dan 1 pak van gehaald. En daarna gaat hij over naar deze. Rijstbloem vanille. Omdat ik gewoon weet dat dat lekkerder is. Maar hij moet wel eerst wennen aan de normale smaak. En dan heb ik... Dit is 4 tot 5 maanden. En wanneer die 6 maanden is... Dan heeft hij deze. Even kijken. Granen en biscuit. En dan denk ik dat deze nou ook weer lekker is. Daar heb ik er ook wat meer van gehaald. Granen en appel. Dus voorlopig hoeven wij geen pap te kopen. En ik heb er 9 meegekregen. En ik heb voor 6 betaald. Dus dat is super chill.
Dat vind ik dan weer super chill. Dat heb ik er 3 gratis gekregen. Nou, mooi toch? Maar goed, in ieder geval, ik ga nu zijn badje maken. En dan ga ik hem aankleden. En daarna ga ik gelijk door naar mijn moeder. Dus ik zie jullie wanneer ik dit allemaal gedaan heb. Want ik heb precies 2 uur de tijd om hem te douchen, naar mijn moeder te brengen. En 2 uur bij de afspraak te zijn. Dus ik moet nu echt een beetje hurry. Tot later. Oké, guys, we hebben de sleutels. We zijn nu in de praxis beland. Want we moeten verf kopen. Cyrano is aan het bellen. Super ongezellig. Maar goed. Ik zie trouwens een hele mooie lamp. Deze. Die zou ik wel in de woonkamer willen hebben bij de eettafel. Verf is gehaald. We hebben ook nog 2 van deze. Houtlak. Mooi. En wat troep. Nou, we zitten nu bij de Flevolbakker. Daar heb je echt super lekkere dunner. Ik heb een dunner box met rijst genomen. En daarnaast ook kippetjes besteld. En van anders. En zometeen komen onze... Oh my god, ik heb zo'n honger. Zometeen komen onze... Cyrano heeft een kapsalon besteld en ik een dunner box. Oh, deze kip is dan te gaan. Dit is mijn dunner box met rijst. Maar ik heb gezegd veel saus. En veel vlees. En hieronder zit dan rijst. En Cyrano heeft... Kapsa. Cheat day. Smakelijk eten. Hey guys, inmiddels ben ik bij mijn moeder thuis en Cyrano is weer aan het bellen. Hotline. En heeft mijn moeder lekker koffie voor me gemaakt. Latte. En ze heeft ook een speenkoord voor Genoa. Oh hier. Kijk, ik heb deze, maar veel mensen vragen waar mijn speenkoord vandaan komt. En deze komt van Flying Dutch. Wacht, waar kan ik het zetten? Kijk, maar mijn moeder heeft ook eentje voor hem besteld. Want mijn moeder is extra. Okay. En die komt van AliExpress. En guys, de mijne kostte 20 euro en die van AliExpress was gewoon 3 euro. En check. Deze is van mij. Kijk, hier komt het vandaan. Waar ook zijn. En deze komt van AliExpress. En die was maar 3 euro. Super mooi. Ook met een leuk kroontje. Kijk het verschil. Je ziet gewoon bijna geen verschil. Alleen is deze 17 euro duurder. Plus je betaalt nog verzendkosten. En dit was 0 euro verzend. En deze was 0 euro verzendkosten. Ik vind bijna deze leuker. Het is wel een maand lang, want ze moesten hem natuurlijk openmaken. Ja. Ja, ik vind het echt een beetje boeverig hoor, shitje. Maar ja, dan weten jullie het, AliExpress heeft hem ook. We zijn weer herenigd met Genoa. Hi! Oké, guys, inmiddels ben ik weer thuis en kom net voor mijn moeder. Ook best wel moe. Ik ga nu lekker douchen. En ik ben iets in de auto vergeten, dat moet ik ophalen. En ja, nu, Noah slaapt alweer. Hij heeft vandaag alleen maar geslapen. Gisteren was hij gewoon 12 uur lang op. En vandaag zit hij alleen maar te slapen. Dus ik hoop dat hij dat in de nacht ook gewoon gaat doen. Want anders hebben wij echt een probleem. Maar goed, in ieder geval, guys. Bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Vond je deze video leuk? Vergeet geen blauw duimpje omhoog achter te laten. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zie ik je snel weer. Doeg!